Op de fundamenten en met de stenen van de eerste stadsmuur werden huizen gebouwd, de zogenaamde muurhuizen. Dit is zonder twijfel een van de meest schilderachtige straten van Amersfoort, die als een ring om bijna de hele oude stad loopt. Dit huis heet het Sluisje, omdat er een grachtje onderdoor stroomt. Het huisje links was een zogenaamd mandaatshuisje uit 1530. Hier woonden kanunniken van het kapittel van de Sint-Joriskerk. Het pilastergeveltje rechts is 17e eeuws. Boven het water hangt een houten schuurtje. Hier deden de zusters van het voormalige liefdehuis Sint-Jozef de was. Zo waren ze onzichtbaar voor het volk, maar konden zelf wel door de kleine hartvormige kijkgaten naar buiten gluren. Het gebouw van het Leger des Heils heeft een rijk versierde gevel met een bijzonder geschreven jaartal. Opvallend is ook de geveltop, een rechte hals met twee gebeeldhouwde vleugelstukken. Het Witte Huisje was vroeger een cafeetje. Hier komen we aan bij het hof, waar het bisschoppelijk gezag huisde. Op het plein een reconstructie van de stadsbron, een middeleeuwse waterput in 1991 herontdekt. De Sint-Joriskerk uit de 13e eeuw is in de loop der eeuwen meermalen verbouwd en vergroot. Ook brandde ze een paar keer af en werd herbouwd. In de kerk is het grafmonument van Jacob van Kampen, de bouwer van het koninklijk paleis in Amsterdam, die in 1657 is overleden. Tegen de kerk staat de boterhal uit 1608, met een dakruiter uit 1992, met daarin een klokkenspel en een luikje, waaruit op elk heel uur Sint Joris en de draak tevoorschijn komen. Het logement De Gaper is de voormalige stadsapotheek, het oudste pand van de stad. We verlaten het hof en zijn weer terug bij de muurhuizen. De plompe toren uit de 13e eeuw was onderdeel van de eerste stadsmuur. De toren werd ook wel dieventoren genoemd, omdat hij van 1554 tot 1900 werd gebruikt als gevangenis. Dit zijn voorbeelden van gemoderniseerde muurhuizen. Tinnenburg is een koopmanswoning gebouwd op de tinnen. Dat zijn de kantelen van de eerste stadsmuur.
dit witte pand was tussen 1578 en 1907 het Sint-Elisabeth Gasthuis gevestigd. Dit was het eerste ziekenhuis in Amersfoort. Het bood onderdak aan één of te meer ellendige bedlegers die met geen aanslaande ziekte besmet waren. De synagoge uit 1726 is nog altijd in gebruik als gebedshuis. De Scherbierstraat is genoemd naar het goedkope scherbier dat vooral door het gewone volk werd gedronken. Deze horecagelegenheid is een eenvoudig dubbel stadshuis, gebouwd omstreeks 1525 met een vakwerk voorgevel. Het is in 1974 gerestaureerd. Het Lieve Vrouwenkerkhof is een levendig plein dat gedomineerd wordt door de Onze Lieve Vrouwentoren uit 1500. Gewijd aan het miraculeuze Mariabeeldje dat in 1444 in een gracht werd gevonden. De kerk werd bij een explosie in 1787 verwoest. De toren bleef gespaard. Enkele meters en onze wandeling door historisch Amersfoort is ten einde.